bijlopen, werd geopend, een uniek centrum in de wereld. Meneer de burgemeester, dat moet ik u meegeven. Het zijn natuurlijk allesbehalve eenvoudige tijden voor de cultuurwereld. Om het virus te verslaan hebben we enkele zware maatregelen moeten nemen die voor de cultuursector en voor de evenementensector in het algemeen grote gevolgen hebben. Met behulp van noodfondsen, premies en bijkomende subsidies heeft mijn regering onze cultuur de voorbije maanden ondersteund. De versoepeling van de 1,5 meter maatregel naar 1 meter voor de culturele evenementen vormt een verdere hulp voor organisaties die het moeilijk hebben. En zoals de burgemeester aankondigde, wij werken verder om op heel korte termijn die normen nog wat te versoepelen. Het doet me dan ook genoegen, bijzonder genoegen, om deze vernieuwde zaal te openen en te zien hoe de culturele wereld terug op gang komt. Hoe symbolisch dat dit nieuwe begin net hier in een voormalige ziekenzaal plaatsvindt. Het resultaat van deze renovatie is een van Vlaanderens meest bijzondere akoestische ruimtes. Mijn oprechte complimenten aan de architecten van DRDH Architects en top akoestici van Arup Acoustics en alle anderen die hieraan hebben meegewerkt onder de uitstekende leiding van directeur Geert Riem. Ik ben er als Vlaams minister-president trots op dat onze Vlaamse gemeenschap 3 miljoen heeft kunnen bijdragen aan deze, en ik moet het echt wel zeggen, prachtige renovatie. Ik hoop dat er nu in de bijloken nog vele eeuwen lang muziek zal werken.